Goedemorgen. Normaal, hoi. Een BH-winkel. Die zit daar achter op de hoek. Oh, ik moet eerst even naar mijn auto, want ik heb wel zo'n gezooi bij. We beginnen met een lach. Dag Esther. Hi. Aangedaan. We hebben elkaar gewoon nog nooit ontmoet. Nee, dat is heel schandalig. Dat is heel schraal. Schandalig. Dat is schraal, ja. Nee, het is inderdaad wel gek. Maar het is echt zo. Ik doe nu 5 jaar, wij zijn in de stad. Maar er zijn gewoon nog steeds een aantal winkels waar ik niet ben geweest. En jij wordt er daar één van. Ja, en hoe dat nou? Ja, dat is enerzijds is dat ook een miscommunicatie geweest. Dat heb ik had niet eens gezien dat jij lid werd van de VOM. Maar ik weet niet hoe me dat ontgaan is. Ja. Maar uiteindelijk ben ik er nu wel, dus daar gaan we gewoon maar vanuit. Want jij zit hier gewoon al 15 jaar ook, hoor ik je net zeggen. Nee, ik zit hier 8 jaar. Oké. Okay. Maar ik heb al 15 jaar de winkelbobbies, zeg maar. We zaten eerst in Utrecht. Oh, echt waar? Ja. En hoe kwam het dan dat je van Utrecht naar Middelburg ging? Dat klinkt ook heel interessant. Nou, wij woonden in Utrecht en we wilden gewoon het roer om. We wilden naar de zee en schone lucht. En, ja, maar jullie zaten eigenlijk midden in het centrum of zo? De rand van het centrum, ja. Oké, okay. Dat is best wel een grote stad. Utrecht is natuurlijk best een leuke stad. Hartstikke dat vind ik. Leuk. Ja. Ja, superleuk. Ben je daar ook geboren in die streek? Nee. Maar ik heb er wel echt heel lang gewoond. Oké. Okay. Ja. Maar dan Zeeland, van alle plekken, was dat toch de provincie die het meeste trok? Nee. Nou, dat is heel eerlijk. Nee, ik had er zelf eigenlijk nooit zo'n idee bij. Ik wilde hier eigenlijk oorspronkelijk niet heen. Maar ik ben er een beetje naartoe gegroeid en nou ben ik heel blij. Ja, en woon je in Middelburg zelf? Koudekerken. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is ook een mooi dorp tussen de steden in, toch? Ja, klopt. En ja. Heel dicht bij Dishoek. Ja, dat klopt. Inderdaad, ja, lekker fietsen naar het strand. Maar wat, ik zie hier sieraadjes. Ja. Maar alles wat jij verkoopt is voor kinderen? Alles is voor kinderen, ja. 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 En het concept, zeg maar, speelgoed en kleding, dat zie je nu heel vaak. Maar toen ik ermee begon, 15 jaar geleden, was dat nog redelijk uniek. Was je een van de weinigen eigenlijk? Ja. Maar waar komen de meeste mensen hier nou voor? Is dat dan inderdaad, want aan deze kant heb je best veel kleding, zie je? Nou, het is kleding, zeg maar, is nou het grootste gedeelte. En ik had in het begin hier ook veel meer speelgoed. Maar ik zie dat we toch wel wat concurrentjes hebben gekregen. Ja. Zo in de loop van de tijd, die ook speelgoed zijn gaan verkopen. En die zitten een beetje in dezelfde vijver te vissen. Ja. Dus dan bouw ik dat weer af. Maar tegelijkertijd zijn de echte oude speelgoedwinkels, die zijn allemaal verdwenen uit het centrum. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dat is wel... Maar het speelgoed, wat ik zie, dat is ook wat meer een genre duurzaam en veel hout zie ik. Ja, en ja, girafjes van stof. Een poppenwagentje zie ik. Ja, girafjes van stof, ja. Ja. Nee, maar het heeft wel een eigen... Maar ik zie daar bijvoorbeeld ook een hutje. Ja, speelhuisje voor de kinderen heb ik altijd gehad. Ja. Ja, dus kinderen ja, komen ook graag. Je hebt gewoon een dynamische collectie. Het verandert gewoon met de tijd en met het aanbod. En, ja. Hoe is de coronatijd tot nu toe voor jou geweest, de eerste 10 weken? Nou, ik loop natuurlijk heel veel omzet mis, zoals iedereen. Ja. Dat is gewoon een ding. Maar ik heb de cijfers bekeken en ik denk dat ik voorzichtig optimistisch mag zijn. Ik heb er hard voor gewerkt. Ik ben heel veel voor moeten doen, voor minder. Ja. Maar licht positief. Doe je ding. Maar. Ik zal jou nu in beeld brengen. Jazeker. Het is alleen wel zo dat ik geen geld meer terug doe, maar dan is het een tegoedje. Ja, nee. Maar als ik nu zeg, oké, laten we het allemaal zo weg. Ik kom hier binnen en een goede vriendin van mij, die heeft een kind van 3, die is jarig. En dan kom je ook langs weer. Nou, ik heb geen flauw idee dat ik wil geven. Het is een jongetje. Wat geef je me dan mee? Een goede vraag, hè? Dat is een hele goede vraag. Ik zou toch altijd richting de kleding sturen. Ja? Maar ik wil een leuke hebben dingetje. Een speeltje of zo. Of een, Dan vraag je net een leeftijdsgroep waar je... Nou, maar het mag... Ja, ik vind dat dan leuk bijvoorbeeld om dan een naam te vormen. Kijk, die zijn maar 1,95 het stuk. En dan is dat natuurlijk best grappig als je dan de hele naam... Daar verkoop ik echt dozen van. Ja, maar het is ook is heel betaalbaar. Dit ziet er ook wel grappig uit. Wat is dit? Een soort puzzel... Dat is een vormenstoofje. Kunnen kindertjes... Een vormenstoofje? Ja, zo heet het. Oké. Ja, en hier zie ik ook een
voor de vroege koks. Yes. Just for chef. Ja, het is wel leuk. Nou, we naar de komende zomer zie je ook met vertrouwen tegemoet. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Dus dan ga je inderdaad wel weer personeel werven of komt er dan een oude medewerker? Ik heb iemand klaarstaan, zeg maar, die... mijn personeelslid was weg, zeg maar, vlak voor de crisis, zeg maar. En dat kwam dus heel goed uit. En ik heb iemand klaarstaan die wil instappen. Ja, we moeten even kijken wanneer dat allemaal kan. Ja, ja. Maar dat komt wel goed. Ik hoop het. Ik wil niet 6 dagen per week blijven werken, maar... Nee, ja, het, een beetje, het is wel verdelig. Ja. Nee, het komt wel goed. Nee, nou, heel goed om te horen. En ook fijn om kennis te maken. Ja. En nu kennen we elkaar in ieder geval van gezicht. Dus dan zal ik af en toe mijn hoofd eens naar binnen stoppen. En, ja. Nou ja, als je nog eens wat leuks hebt... En als je hebt, nog een cadeautje nodig hebt. Ja, nou ja, precies. Hè? Dat is wel goed. Dankjewel. Joe.